Hoe zien jouw muren eruit? Ja, hoe zien mijn muren eruit? Wit, hè? Wit. Ja. Jouw gevangenismuren zijn wit. Ja, ja. Zitten de stekels aan? Staat de deur achter open? Nee, maar ze kunnen wel dichterbij komen, hoor, die muren. Ze kunnen... Ik las in de krant dat een man doodgevonden was in een isoleercel. Hij was gestikt in een boterham met pindakaas. Op zijn begrafenis draaiden ze Dead Friends van zijn favoriete band, de Einstürzende Neubauter. Ik kende hem, Wim Maljaars. Ik had hem gefilmd voor mijn film over schizofrenie. Een paar maanden voor zijn dood had hij de beslissing genomen te stoppen met medicijnen. Hij wilde niet als een zombie verder gaan. Ik had de filmopname van hem bewaard. En als ik ze zou vertonen aan familie, vrienden en verzorgers uit de psychiatrie, ergens in een huiskamer, zou hij dan tot leven kunnen komen? En zou ik dan de vraag kunnen en durven stellen, kan ik leven met zijn dood? Ik was laatst op de begrafenis van een heel goede vriend. Ik liep ook mee, eerst die kist en dan de stoet. Het ging best stijl, daar stonden we aan de kuil. Terwijl de priester wat preekte, hoorde ik mijn buurmans stem. Dat gaat naar de wurmen toe, dat gaat naar de wurmen toe. Dat gaat naar de wurmen toe, dat wordt feesten weer beneden. Ik wist niet wat ik hoorde, maar ik hoorde toch wel goed. De priester had het over stof, de man van de kist zei wurmen. Ik dacht nog tequila, een brouwerij op de begrafenis, wat een wens. En terwijl de priester wat preekte, ik kan hem toch niet meer helemaal, hoor. Die ganze gegend liegt niet op mijn wegen. En zo kom ik eher selten hier voorbij. Gebeurt verhaal. Het is niet zomaar een fantasietje. En ik geloof wel dat het een goed verhaal geworden is. Over Wim. Over jou. Zoals het was. Zoals je was. Kan je zijn, ga dan lopen maar naartoe. Kan je beschrijven wat je allemaal ziet? Dit is een poster. Dit is volgens mij van hem. Hoewel ik het ook niet zeker weet. Nou ja, je ziet de planten in de vensterbank. Dat ging niet goed. Gigantische platencollectie.
Ja, en het behang was dus... eigen werk vooral. Het is alsof je bij hem staat, hè? Ja, het is... ja, bedoel, hier zat ik. Ja. Yeah. Ben je begonnen? Heb je me gelijk al, ik dacht... Hoe komt hij dan klaar van de isoleercel is niet volgens mij. Volgens mij ben ik de enige mens ter wereld die deze muziek te kort vindt, want het is maar een uur. Dat is net zo weer in die kamer zit gewoon. Erg heftig. Ik had dit nog nooit gezien. Herken je hem? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat zie ik ook weer die versterker van hem en ik weet nog dat af en toe wel eens daar was een... Dat ik zoiets had, oh man, het staat zo hard, weet je wel. En dat ik dan stiekem naar die knop weer en dan had hij het meteen door. En dan zette hij hem gelijk weer harder. Wanneer hoorde je van Wim's dood? Via Marcel. Marcel? Ja, heel kort daarna. Hij had me een e-mail geschreven. Want hij communiceert veel per e-mail, omdat hij meestal geen beltegoed of weinig beltegoed heeft. Op de e-mail stond het? Ja. Maar hoe wist Marcel het dan? Die had het weer gehoord van, als ik me niet vergis, Harald, maar dat weet ik niet zeker. Wat dacht je? Nou ja, de eerste gedachte was, godverdomme, waarom heb ik hem daar naartoe laten gaan? Ze hebben hem vermoord. Zo voelde het. Wat zeg je? Het voelde alsof ze hem vermoord hadden. En dat ik hem daarheen gestuurd had. Nou, dat was de eerste gevoel, de eerste gedachte. Ik was gewoon heel kwaad en heel verdrietig. Daarom heb ik mijn verhaal al verteld. Want ik vind dat het niet mag gebeuren. Ja, en dan krijg je zo ineens de boodschap van mevrouw Wim is dood. Zo. Plomp verloren. Nou, was de telefoon op, het was nog vroeg. Nou, vroeg. Een uur of 8:30 of zo. Ja, mevrouw Wim is dood. Ik zei, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ja, dat is het eerste wat je denkt. Hoe kan dat nou? Je zat toch in de kliniek? Je verwacht toch niet dat hij daar doodgaat? Je hoopt nog steeds, of je verwacht toch gewoon dat hij daar weer beter wordt. Maar nee. Maar, ja, dat was toch voor mij onverwacht. Ja, want ik wist, ja, toch wel vrij zeker dat het geen zelfmoord was. Ja, maar goed, ik begrijp dat, ik heb later gehoord dat boterham en pindakaas in principe gevaarlijk voedsel is. Voor iemand die niet helemaal... omdat het in de long kan gaan zitten, hè? Dan komt het in de long moeilijk uit te halen. Zo suffig. Ja,
Ja, dan beter boterham met jam geven dan, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat, ja, dat is ja, klungeligheid, ja. Was die voor jou ook een soort strijder, een ridder? Ja, maar dan wel richting Don Quixote. Het is natuurlijk ook weer, het is een sprookje. Zoals hij aan zijn einde is gekomen. Dat is zijn droom. Hij zou wel eens wat doen aan die... Hij zat ook altijd in de patiëntenbond en de... zoals de meeste psychiatrische patiënten trouwens. Hij vocht tegen dat je al je zelfstandigheid kwijt bent. Dat dan ook zo is, dat is natuurlijk een probleem. En dan gebeurt het overlijden op deze manier en dan wordt de isolatie gesloten. En dat ging dus allemaal dicht in dat psychiatrische geval in Oost. En toen is hij dus inderdaad zo beroemd geworden als hij altijd had gewild. Zijn jullie spiegelbeelden van elkaar? Nou, er zijn wel dingen. Er zijn natuurlijk wel raakvlakken. Bijvoorbeeld op hoe je je kleedt en dat soort dingen. Waar hij dus veel extremer in was dan ik ooit zou kunnen zijn. Maar dat vind ik wel weer leuk. Dat vind ik echt hartstikke goed. Hij was de enige in het dorp Amsterdam-Oost die zo uitgedost rondliep. En dan met zijn muziek, bandjes, die bracht hij aan de man op de markt. Hij is goed dat die animal op drumt. Ja, en we komen het. Eens. Stoeltjes. Het zijn allemaal een beetje, ja, een beetje punkachtige muziek is het. Die Wim heel leuk vond. Dus dan nam hij de bandjes op en dan ging hij de titels opschrijven. En dan deed hij ze in de brievenbus. En dan wilde hij weten wat ik ervan vond. Mm. Nou, het is wel handig als je buren hebt waar je het goed mee kan vinden. En voor hem was het natuurlijk... Kijk, Wim was iemand die... hij kon ook overlast veroorzaken. En als je dan een buurman of buurvrouw hebt die daar niet heel veel moeite mee heeft, dan is dat natuurlijk wel prettig. Want ik merkte natuurlijk wel dat hij, als hij psychotisch was, dan maakte hij veel lawaai, hij maakte rommel, gooide dingen uit het raam en schreeuwde. Dat is wel moeilijk om als buurman te hebben. Maar ik heb me dat niet. Ik heb me nooit echt heel erg eraan gestoord. Was je dan bang? Nee. Nee. Nee, Wim was niet iemand om bang voor te zijn. Ja, als je hem niet kende. Want hij was groot en. Maar nee, ik was niet bang voor hem. Wanneer is die kosten bij mijn vrienden? Die tijd was al het meest ging met medicijnen. Een gedachte leer die richting is dat er niet toe doet op je eigen.
En ik weet dat ik zou niet moeten blauwen. Misschien kon ik dan het leven aan. Maar ik kan het leven pas aan als ik blauw. Als ik alleen thuis zit met een boek en een plaat, dan komen de muren op mij af. Ik moet iets en als ik ga wandelen, al die vreemden, onbekend andere werelden die altijd gestorven zullen blijven voor mij. Hey, als de zon is, vergeet ik misschien wel alles. Nog 3 uur wachten. Maar ik stond... Nou, een. Oh ja, koffie had ik zin in. Om 5 van 2 kan ik ook. Een hele rommelige omgeving. Ja, in feite een soort studentenkamer, maar dan nog een tikkie beroerder. Ja, met een bijzondere man erin. Ja, ik heb Wim altijd een heel bijzondere man gevonden. Meestal in een redelijk goed humeur. Een kleurige vogel. En dat is het beeld wat altijd bij me gebleven is. En zo liep hij er ook altijd bij natuurlijk. Maar het is niet alleen zijn uiterlijk, maar het is ook zijn hele gedoe. Ik weet niet, zo net op het nummer, dan hoorde je het ook, hè, van... een mens is maar gewoon dat reageert op impulsen. En wat er precies uitkomt, is allemaal een beetje vaag. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Als je realiteit mooi genoeg is, dan kan je erin blijven. En als die niet mooi genoeg is, dan ga je spoken maken. Of geesten maken. Of dan maak je er wat van. Maar weet jij waarom jij van jezelf dan een duivel maakt? Nou, dat was waarschijnlijk mijn grootste angst dan. Je draait je angst om, zeg je? Ja, ik weet niet of dat omdraaien is. Ja, misschien wel hoor, want typisch is een Jezus-complex. Lachen. Ja. Je bedoelt, het is toch ook gewoon van de sleur doorbreken is het toch ook wel een soort van ik denk ook wel op zoek gaat naar iets waarvan je denkt dat je opeens de held in je eigen leven bent of zo. En dat je daar een beetje glans aan gaat geven. En dat gaat dan verkeerd. En die fantasieën, dat kunnen best leuke fantasietjes zijn. Maar zolang je het door elkaar gaat halen. Ik ben vergeten wat ik wilde zeggen. Nee, dat is echt. Tijdens periodes dat het hem goed ging. Kon je toch merken dat hij dan op weg was naar bijvoorbeeld zijn verjaardag. En dan kon ik wel bang zijn dat het weer uit de hand zou lopen, zeg maar. Dan begon hij zich helemaal weer in een bepaald gedachtegoed te hoog toesteigen, hoe noem je dat in het Nederlands. Dan raakte erin verstrikt, in die ideeën. En dan dacht ik dat het weer uit de hand zou lopen. En dat is ook een paar keer gebeurd natuurlijk. Bijvoorbeeld, hij ging regelmatig naar concerten van de Einstürzende Neubauten. Die zijn 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar, waar hij is in Amsterdam. En dan ging hij dan naartoe. En dan kon je bijna de klok erop gelijk zetten dat het uit de hand zou lopen. Dat hij een psychose zou krijgen, vroeg of laat. Kort daarna bijvoorbeeld. En dan was hij zich gewoon al weken van tevoren helemaal aan het verheugen op dat concert. En daar zat hij over na te denken, erover te vertellen, en die muziek te draaien enzovoort. En het was heel belangrijk voor hem. Ja, en op de een of andere manier ging er dan iets mis in zijn hoofd. Als je daarna verlangt om heftige dingen mee te ervaren, om dingen intens te ervaren en daarmee ook nog mee iets te doen, bijvoorbeeld als artiest, dan wil je die deken op een gegeven moment eraf. Ook al weet je dat het dan risico's van ontvlambaarheid zijn. Hè. Dat wist hij donders goed.
hebben we ook over gepraat. Maar je kan dan nog zeggen, het is het me waard, want ik wil het weer meemaken helemaal, zeg maar. De intensiteiten van het volle bewustzijn, emotioneel ook, van wat er in je omgaat. Want dat heb je niet minder met die medicijnen. Je bent echt liefhebber, hè? Ja. Wat is dat? Go liefhebber. Hoe stond dat? Zo. Hij was gelukkig, hè, met de co-speler. Ja. Heeft je hier waarschijnlijk veel over verteld ook? Nou, dat kwam aan de orde. En dat was een van de dingen waar hij van zei dat hij dat minder goed deed met medicatie. Ja. Tenminste, hij had, dat hij daar last van had. Alleen als hij de medicatie niet gebruikte, was hij zo psychotisch dat hij waarschijnlijk nooit meer goal heeft gespeeld in zo'n toestand. Ja, ja. Het was een probleem, ja. Ja. Ja, op dit bord zoals het nu staat, dan zie je dat wit daar een claim heeft. En dat zwart daar een vreemd groepje heeft staan. Dat zwart hier een claim heeft. En dat wit daar nog een claim heeft. En misschien wordt het ook al wit. Ik dacht, het gaat goed. En toen is hij toch weer opgehouden met medicatie. En toen ging het toch weer mis. Ongeveer een jaar voor zijn dood, daar begon hij er weer over. En wie ben ik om daar wat van te zeggen? Hè? Het is, hij voelde zich niet goed bij die medicijnen. Vooral omdat hij dan duf werd. En hij wou er gewoon vanaf. Nou, wie ben ik? Ik bedoel, je bent zijn beste vriend. Nee, ik vind dat soort dingen moet iedereen zelf beslissen. Ja. En ik kon me dat wel goed voorstellen ook. Dat hij er zo over dacht. Wie wil er nou zijn leven lang dergelijke ingrijpende medicijnen slikken? Ja. Met vrij ernstige gevolgen. Dus ja. Ik heb hem weliswaar gezegd dat ik het niet zo'n goed idee vond. Maar veel verder ben ik niet gegaan. En hij had in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij het met zijn psychiater zou bespreken. En die kan met betere argumenten dan ik komen om ervan te overtuigen dat het een slecht idee is. Maar ook die heeft vroeg of laat toegegeven. En ze hebben samen een traject afgesproken van langzame afbouw. Ja. Hij wilde er weer vanaf. Ja. Hij had het lang genoeg gedaan en hij wilde het eerst proberen. Ja. Hè, en hij heeft natuurlijk allerlei veiligheden proberen in te bouwen om het niet helemaal uit de hand te laten lopen. Maar je hebt echt onderhandeld met hem, hè? Ja, we zijn er. Het is een proces van meer dan een jaar geweest. Hè, en ook, dat is dan het managen, rekken. Ja. Hè, gewoon toch proberen te rekken. Want ik wist. Dus verbeeldde ik me dan hoe het zou gaan zonder medicijnen. En ik heb helaas gelijk gekregen. Maar ik was ook wel een van de mensen die werd ingeschakeld van nou, let maar op. He, want dat had hij toegestemd. Als het niet goed gaat, grijp in, mag. Nou, geef iemand dan een kans om dat toch nog eens te proberen. Ja. Dat vind ik wel terecht hoor. Ik heb er heel veel moeite mee gehad dat je daaraan wou beginnen. Want ik denk, het ging nou net zo goed tussen ons. En jij had het ook naar je zin. En je kon de dingen doen die je leuk vond, dat heb je gezegd. En toen begon het in één keer van, ja, ik wil toch mijn medicijnen verminderen. En ik heb je gewaarschuwd, nou Wim, zou je dat nou wel doen, hè, Wim? Want je weet niet waar het op uitkomt. En ik wist dat je ook met de psychiaters gesproken had en dat die jou ook gewaarschuwd hebben. Wim, het kan even goed gaan, maar op een gegeven moment gaat het toch weer fout. En toen heb je tegen me gezegd, ja, dat risico neem ik dan. Want dan voel ik me misschien weer een poosje zo goed als dat ik, zoals ik vroeger was. Dan voel ik me weer helemaal
mens en geen halve zombie door al die medicijnen. Maar dat vond je verschrikkelijk, hè, Wim? Iedere keer die medicijnen, dat je niet kon doen wat je wou. Dat je precies weer een depot moest krijgen als er een groot toernooi was. Zwarty kan bijvoorbeeld proberen om deze stenen hier af te knippen en dan die... dat zijn eigenlijk allemaal probeerseltjes, daar weet niemand van of het kan en of dat het wel goed zal gaan en wie dan de partij gaat winnen en dat... Ik heb zo'n boek, daar staan al die cijfertjes in. Als je goed kijkt, dan zie je dat daar die steentjes precies hetzelfde liggen als dat ze daar in het boek staan. Dus dat heb ik uit het boek. Daar staat Takagawa, dat tempeltje zeg ik altijd. En wat daarnaast staat, dat zie ik eigenlijk niet. Nee. Nee. En wat is, waarom is het spel zo goed? Deze match, waarom is die zo goed? Van die spelers zijn alles even mooi gewoon. Ja? Ja. Donderdag zonder problemen gewonnen en gedeeld tweede geworden. Waarschijnlijk met z'n vieren gaan we play-offs spelen voor een plek in de volgende ronde. Dat toernooi wil ik wel graag spelen in oktober, vooral ook om te kijken of ik mijn oude sterkte weer terug te vinden. Als het goed is, is dat namelijk zonder medicijn. Zeker in dat Indisch, dat is een heel serieus toernooi met een heleboel hele sterke tegenstanders. En daar moet je dus helder zijn. En als je dan onder de pillen zit, hè, duf en down bent van de pillen, en als je al je creativiteit in de kiem gesmoord wordt, wat dat gebeurt, heb ik begrepen, door die pillen, ja, dan heb je daar weinig te zoeken in het Indisch. Dat is ook niet leuk, dat is een verschrikkelijk frustrerend. Dus hij is daar dus mede om die reden dan waarschijnlijk gestopt met die pillen slikken, om eindelijk weer eens fatsoenlijk go te kunnen spelen. Het is een spelletje, hè? Dus niet... Er zit geen diepzinnige filosofische of religieuze achtergronden in. Maar dat spelletje grijpt je. En dan wordt het een belangrijk deel van je leven. En dat is bij hem duidelijk het geval. Het spel heeft hem gegrepen. Motivatie om met het spel door te gaan is niet alleen de gezelligheid van de gokclub of zo. Maar het spel zelf. Het is erg grof wat Wit doet. En nog veel grover, nog een keer proberen een steentje te slaan en het steentje kan hij niet vangen. En hij antwoordt. Voor Zwart is het nu het leukst om te proberen te ontsnappen met deze steentjes, maar dat durft hij je niet. Je merkte ook dat het hem op dat moment eigenlijk beter ging dan voor die tijd. Hij was alerter en levendiger. En zonder dat hij de controle aan het verliezen was op dat moment. In die tijd hebben we die tentoonstelling opgehangen, zijn tekeningen. Ja, hij heeft dat nooit gedurfd. Dat had ermee te maken dat hij toch al in die afbouw zat en dat hij... een beetje meer de lef had of de guts van, we gaan dat werk ophangen. Gedurfd, wat doe je daarmee? Goed, als je je werk ophangt, je hebt een tentoonstelling, is een beetje eng, toch? Ja. Als je dan zo voor de buitenwereld, gaat iedereen het zien? Dat eng zijn daarvan. Ja, spannend. Op zich natuurlijk. Ik geloof dat die weken daarna gingen toch niet goed. Maar ik weet zeker dat het niks met die tentoonstelling te maken heeft gehad. Hoe zou jij, want je bent een lichtelijk figuur, spontaan de wereld van de psychose beschrijven? Nu, ineens. Nee, ja, er schiet me niks te binnen eigenlijk. Zijn gedachten gingen niet meer zo snel.
Hij had wel last van vertraagde gedachtegang, dat zie je wel. Een gevolg van psychische klachten, zeg maar. Of medicijnen. Dat het ook wel echt traag gaat. Dat zie je. Ja. Nou, een van de ergste beelden was ook wel dat ik dacht dat er undercover agenten met valse namen die ik verzonnen had, al mijn vrienden aan het vermoorden waren. Het was wel heel eng. Maar je bent ook wel eens paranoia. En dan krijg je die angstbeelden dat iedereen achter je aan zit. Maar een echte psychose heb je met mij eigenlijk nog nooit goed uitgelegd. Ik heb je wel meegemaakt toen in de kliniek. En dat je vertelde dat je allemaal dingen uit de kerncentrale rond zag vliegen ook. En dat je daar heel erg bang voor was. Een psychose is eigenlijk een, ja, zou je kunnen vergelijken met een bad trip. Alles blijft binnenkomen en op een gegeven moment raak je in angst. En ja, dan krijg je dus inderdaad wat hij zei, zo'n Jezus-complex of inderdaad ook ja, gedachten dat mensen achter je aan zitten, erop uit zijn om jou te vernietigen of jouw stem te willen smoren, jouw vrije wil als het ware zich eigen proberen te maken, je eigen geest, je eigen gedachten, je moraal, je mentaliteit. En dat gebeurt natuurlijk ook wel voortdurend, alleen op het moment dat je erin doorschiet, dan wordt het een soort, ja, wordt het echt een psychose, een soort angst waarin je gaat leven. En dan is het hek van de dam. En wat hij dan zegt over dat worden van die duivel, ja, je kan inderdaad gewoon zoveel negativiteit in je voelen dat je als het ware het gevoel krijgt alsof je in brand staat. Alsof het dat vuur dat steeds hoger opstookt, waardoor je bijna verteerd wordt erdoor. Dat je je herinnert dat het er echt om ging. Ja. Dat je hem zag. Strijden. Ja, zeker. Ja, maar dat heb ik natuurlijk meegemaakt, ja. Maar dat komt wel recht. Dat is wel echt uit, zeg maar, valt dat onder het medische geheim. Ik bedoel, dat was de laatste keer dat ik hem in zijn huis bezocht, natuurlijk. Dat was, zeg maar, een week voordat hij in de kliniek was. En dan, dat was ook voor het eerst hoor, dat ik meemaakte hoe hij, wat voor strijd hij toen had. Ja. Maar daar kan ik dus niet al te veel over zeggen, maar ja, dat was wel heel indrukwekkend. En het is altijd naar om te zien als iemand het dan toch niet blijkt te redden, zeg maar. En het is heel akelig om te zien dat het soms heel snel al is. En om klein, schijnbaar futiele dingen, dat het dus mis kan gaan. En dat het ook zo snel weer kan misgaan. Maar in dit geval was van Wim was het wel aangrijpend tafereel, ja. Smeekte je dan? Help, help me. Nee. Hij wist op dat moment hoe hij geholpen kon worden. En dat is ook gebeurd, zeg maar. Bij ons. Dat wordt feesten weer beneden. Ik wist niet wat ik hoorde, maar ik hoorde toch wel goed. De priester had het over stof, de man van de kist zei wurmen. Ik dacht nog tequila, een brouwerij op de begrafenis, wat een wens. En terwijl de priester wat preekte, ik kan hem toch niet meer helemaal hoor. Dat gaat naar de wurmen toe, dat gaat naar de wurmen toe, dat gaat naar de wurmen toe, dat wordt feesten weer beneden. Tja. Klinkt behoorlijk depressief. Ja, kijk, in eerste instantie denk je, nou, leuk liedje, maar je ziet op een gegeven moment ook
even in zijn gezicht iets verschijnen, wat misschien ook zoek is naar woorden, maar tegelijkertijd ook een soort somberheid. Pins, dat haal ik eruit. Ja. Nou, hij vond dat Wim heel vreemd aan het doen was. Ja. En toen heeft hij mij opgebeld en mij gewaarschuwd en gevraagd van wat moeten we nou toch doen? En toen dacht ik, ja, goed gekoet. Ik dacht van ja, hij is die woning in de Oosthoek kwijtgeraakt. En hij had natuurlijk net een nieuw huis. En ik dacht, ja, dat gaat helemaal uit de hand lopen als hij zo waanzinnig psychotisch is geworden. En ja, dat gaat niet goed. Hij heeft hulp nodig. En toen heb ik eigenlijk min of meer die opname in gang gezet. Indirect, of, nou ja, direct. Ik heb de politie opgebeld, contact met ze opgenomen en verteld dat ik hem kende. En meer ze gewoon gerust maakte en of daar alstublieft iemand naartoe kon gaan. Het liefst met een rijdende psychiater. En dat is toen geresulteerd in een opname. En daar is die dood gegaan. Dus in eerste instantie voelde dat afschuwelijk. Omdat ik het gevoel had gehad, in eerste instantie, kijk, ja, je kan er natuurlijk later ga je er natuurlijk over nadenken. Maar het eerste gevoel was van, als ik dat niet had gedaan, dan leefde hij misschien nog. Mijn lam naar de slagbank, godverdomme, daar word je woedend van. Een afschuwelijk gevoel. Tot ik me dus dan, ja, daarom had ik natuurlijk ook, was ik ook nieuwsgierig van hoe kan dat nou dat hij zomaar dood is gegaan. En dat moet niet kunnen, dat moet juist een plek zijn waar mensen veilig zijn. En dat is wel gebeurd. En ook als je soms zijn teksten doorleest op internet, dan zie je eigenlijk ook dat zijn grootste angst was om in de psychiatrie te sterven. En dat is bewaarheid, helaas. Wat is je laatste beeld van hem? Nou, ik denk toch wel dat hij naar beneden kwam, zeg maar, vanaf de afdeling. Dat hij het niet zo lang volhield. Niet zo lang als normaal. Dat hij heel zei van, nou, misschien beter als we weer teruggaan, hè, wat rustiger weer, weet je. Dat is toch veel prikkels, de mensen weer. Ja. Kijk hier aan. Ik denk dat ik daar nou op vakantie was trouwens. Ja, kijk maar aan. Ja. Hij wist mijn naam, noemde mijn naam. Ik heb gehoord van anderen dus dat hij verschrikkelijk geschreeuwd heeft ook om eruit te komen. Waarom is hij erin gezet? Omdat hij niet te handhaven was op de open afdeling. Hij begon bijvoorbeeld ook de brandslangen open te zetten, dat de boel onder water kwam. De verzorgers voelden zich misschien bedreigd. Toen is hij in de isoleer gezet. Waar was hij bang voor? Waarom heeft hij die brandsluit opengezet? Ik veronderstel dat hij dacht dat het brand was. Maar ik heb eigenlijk, dat heb ik nooit goed begrepen ook, maar daar vlakbij was die brandweerkazerne. Misschien heeft hij een sirene gehoord. Misschien dacht hij dat er brand was. Dat is om een gedachte van mij, die probeer ik een beetje te combineren. Een oorzaak te vinden eigenlijk voor die brandslangen te gebruiken. En hoe gaat hij dan naar binnen? Nou ja, mijn ervaring is dat mensen het nooit zien als een, zelden zien als een manier om zich beter te voelen. Dus het is eigenlijk een maatregel die opgelegd wordt en waarbij je. Nou, daar heb je weer de machtsfactor, hè? Je wordt opgesloten en dat wil je niet, maar je weet ook dat als je je verzet,
dat je dan of een injectie krijgt. Of, je gaat sowieso toch op een gegeven moment naar die plek. En naar die circuit. Ik zou dus op mijn rug gaan liggen en op de deur gaan fietsen. En dan de hele kliniek lawaai-overlast bezorgen. Puur machteloosheid. Maar hij legde zich dan toch daar blijkbaar bij neer. Nou ja, dat is dan de machteloosheid op zijn allergrootste. Het is vreselijk. Ik kan me dus dat ook niet voorstellen wat hij dan moet zitten denken daar. Of... Het is gewoon... Ja, ik bedoel, het zou verboden moeten zijn, ware het niet, dat het af en toe niet anders kan. Gewoon zo, dat wat hij zegt. Het is gewoon helemaal niet stil. Het is gewoon de hel van Dante, het is nog erger. Ja. En dat doe je dus mensen aan. En tegelijkertijd weer de verontschuldiging van ja, maar het is ook de onmacht, wat moet je dan? Dus één ding, toen ik hem voor het eerst zag in de kliniek, dat is dus misschien 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Toen stond hij daar in de gang. Het was gelijk de impact van, oh god, dit wordt een groot probleem. Ja. Toen is hij ook gesepareerd. Dus je gaat kijken of er sporen zijn van andere mensen die daar al geweest zijn. Je gaat kijken van wat voor matras je eigenlijk hebt. Je gaat een beetje zitten prutsen aan iets. Er staat een kartonnen bekertje met water en dat drink je dan maar. En je denkt, je weet niet hoe lang dat zal duren, dus dat doe je dan maar zuinig. Dan ga je een beetje liggen, dan ga je zitten nadenken, dan ga je weer kijken hoe laat het is en proberen. En op een gegeven moment, dat is dus dat geluid wat hij zegt. Het is zogenaamd stil in die cel, maar dat is niet zo. Want je hoort alles, al om je heen, maar heel gedempt. Want het is inderdaad net een soort van white noise ruis. Alles in krijst. Dat geluid heeft hij goed nagemaakt, ja. Ja, ja, goed. En op een gegeven moment merk je dat er een soort routine in komt. Van zo laat komt iemand dan met eten. En als je kalm genoeg houdt, mag je misschien een sigaret roken. Mag je misschien douchen. Mag je misschien... Hè, je moet privileges opbouwen, langzaamaan. En als je mazzel hebt, is er een verpleegkundige waar je goed mee kunt communiceren. Die jou begrijpt, als je mazzel hebt. Wat doe je in de nacht? Niks. Het besef van dag en nacht verdwijnt. En welke datum het is of welke dag, dat weet je gewoon niet meer. Dus je voelt ook helemaal niet hoe lang het duurt. Het lijkt eindeloos te duren. Ja. Of het nou een tweede of een derde of een vierde dag was dat hij begon te schreeuwen, dat weet ik niet. Ik weet wel, hij had dus ontstoken voeten. En er moest ook een dokter bij komen ook. En die kon hem ook niet behandelen, dat wou hij helemaal niet. Maar of dat de tweede of de derde dag nu in de isoleer geweest is, dat weet ik niet. Waarom wou hij niet behandeld worden aan zijn voeten? Hij was bang. Hij was bang dat er dan weer iets met zijn voeten zou gebeuren, dat het nog erger zou worden. Het was dus erg aan zijn voeten? Ja, zijn voeten waren ontstoken. En hoe dat gekomen is, weet ik ook niet. Het schijnt dat hij op blote voeten buiten gelopen heeft. Voordat hij in de kliniek kwam. Of dat hij toen wegliep.
Want hij is nog een keer thuis geweest. Toen hij opgenomen was. En toen schijnt hij dus weggelopen geweest te zijn eigenlijk. Nou, weer teruggekomen in de kliniek wel. Maar dat hij toen op zijn blote voeten gelopen heeft. Maar dat heb ik ook allemaal maar van horen zeggen. In die oneindige zee. Een chemische reactie, wat elektriciteit. Een enorme demper, zodat je slaapt. Een gedachte is een doodlopende steeg. Het cliché dat er keel schraapt. Geef me een borrel of geef me een joint. Ik wil wat anders, iets anders dan dit. Geef me een borrel of geef me een joint. Laat me wat dromen, alles beter dan dit. En zelf weet ik het niet, daarom vraag ik aan het glas. Weet jij een wereld een betere dan dit? Ja, je zit eigenlijk voortdurend te wachten. Woorden zijn dwang. Wachten. En niks heeft zin wat jou doet, of je nou schreeuwt of huilt of boos bent of niet of gaat slapen. Wachten. Ja. Een straf. Voor wat? Dat is niet leuk. Eigenlijk moet je elk half uur naar iemand toe gaan en contact maken. Zodat je hem in de realiteit houdt. En hem even eruit haalt. Je hebt een soort voorruimte waar je dan kunt gaan zitten. Dat iemand kan roken, iemand wat kan drinken. Zodat je ook kunt kijken naar iemand. Hoe gaat het? Is dat gebeurd? Weet ik niet. Denk je? Dat is een lastige vraag, want daarmee zeg je iets over je collega's, hè? Maar we zouden transparant zijn. Ja. Nou, laat het zo stellen. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat je gaat kijken. Als iemand slaapt, dan slaapt hij en dan ga je weg. Als iemand niet slaapt, maar contact met je wil, dan is dat vaak ook een contact wat niet altijd even goed loopt. Iemand is bijvoorbeeld agressief. En roept, ik sla je hersens in. Dan probeer je wel te blijven communiceren, maar dat moet dan door een dichte deur. Omdat je ook niet wil dat iemand je hersens inslaat. Maar die dichte deur, dat maakt het lastig om te communiceren. Het zijn dikke deuren. En ja, dat is niet het contact wat je normaal, dat is geen normaal contact. Dus daarom is eigenlijk separatie ook niet de manier om iemand uit een crisis te halen. Ik kwam erachter dat ze op het eind zat hij er volgens mij 10 dagen of zo. Dus ik ben er achteraan gegaan. Want dat is veel langer dan in het verleden in een isoleercel had gezeten. En ook veel langer dan verantwoord en nodig volgens mij. En al die tijd kon niemand hem bezoeken. Ik heb geprobeerd de psychiater te bereiken. Met het verplegend personeel heb ik gebeld. Maar, heb je hem bereikt? Ik heb de psychiater niet kunnen bereiken. Nee. Waarom niet? Ja, hij was gewoon niet bereikbaar. Geen idee. Ja. En nou moet ik zeggen, ik was helemaal niet op de hoogte van wie daar behandelend psychiater was op dat moment. Ik heb de psychiater gebeld die in het verleden al voor hem verantwoordelijk was en die hoofd was daar van de hele organisatie, zeg maar. En die Wim ook goed kende. En die heb ik niet kunnen bereiken. En dat was een dag voordat Wim overleed. Omdat ik al zag aanzien komen dat dit, niet dat hij zou overlijden, maar dat het geen goede plek was voor hem. En dat hij niet afdoende werd behandeld. Ja. En het laatste wat je toen tegen me zei,
toen was ik in de kliniek. En toen zei hij van... Het ging over de kerncentrale dus weer. En toen heb je nog gezegd van, nou, zul je oppassen. Als je bramen gaat plukken. Maar je zit daar zo dicht bij die kerncentrale daar. Misschien zijn ze ook wel bestraald. En toen hebben we nog even een grapje gemaakt. Want toen zei ik nog, ja, lichtgevende bramen heb ik nog nooit gezien. En dan moest je verschrikkelijk om lachen. Ik kom bij die afdeling waar hij dan zou zitten. En ik kom in het kantoortje en ik vraag, zeg ik, nou, ik kom voor Wim Maljaars. Ja, ja, ja. Wim Maljaars, die, nou ja, hoe ze dat precies zeiden, weet ik niet. Maar hij, ik kon hem eigenlijk niet, niet bij, bij hem op visite komen, want hij zat dus in een isoleercel, zeiden ze. Nou ja, oké, goed, dan kom ik al over een paar dagen. En ik zou geloof ik hun weer bellen, of zij zouden mij bellen, dat weet ik niet meer precies. Ja, nee, we hadden geloof ik afgesproken dat ik dan zou bellen. Of het kon. En dan, nou ja, maar dat laatste is er dus nooit van gekomen. Want één of twee dagen later kreeg ik, ik dacht van Harald, een berichtje. Dat hij ja, dood was aangetroffen in zijn cel. En ja, dat was het dan. Wat dacht je toen? Ja, ik dacht eigenlijk niet zoveel. Ja, wat denk je op zo'n moment? Ja, daar zou ik eigenlijk niet, geen duidelijke gedachte over kunnen formuleren. Wat denk je nu, als je hem ziet? Ja. Dat is helemaal natuurlijk niet. Ja. Wie ben je nou? Vele persoonlijkheden tegelijk? Nee, ik zeg meestal niemand. Je houdt van fantasie. Ben je wel eens een ander? Voel je voor de rol? In gedachten? Vreemde vraag. Grappige vraag, hè. Ik ben misschien wel anders dan andere mensen, maar ik ben eigenlijk nooit iemand anders in mijn fantasieën. Wel eens beter dan dat ik gewoon ben, maar toch eigenlijk altijd van mezelf. Heb ik altijd gedacht dat ik rollen spelen en toneel gewoon haat en dat je altijd moest proberen om jezelf te zijn. Maar het is lang geleden. Ik geloof niet dat ik het kan. Er is zelfs een gravure van een klein duimpje op. 7 mijls laarzen. Zie ik er weer allemaal te veel. Als mensen beschadigd zijn, kunnen ze daar helemaal niet meer ontzettend goed over uitweiden. En wie zijn ze zelf? Hoe moet hij dat weten? Ja, hij is niet geworden wat hij had gewild. Dat sowieso al. Hij heeft alles meegemaakt wat hij niet had willen meemaken. En hij heeft wel natuurlijk fantasieën. En er zijn verwachtingen geweest. En het is allemaal helemaal nooit samengekomen in één ding. Wat die zelf dan was. Dus dat kan me voorstellen. Hij vindt dat, volgens mij vindt hij dat heel pijnlijk, zeg maar. Als hij daarover nadenkt, dan zegt hij, niemand. En dat is niet wat je denkt als je al die dingen ziet van hem. Dan denk je niet, niemand. Ja. Maar als hij naar de spiegel kijkt, in de spiegel kijkt, en wat langer naar zichzelf kijkt, dan raakt hij toch weer in die onmacht om het allemaal te integreren tot één persoon. En toen ben je nog in de kliniek geweest? Niet meer in de isoleer. Toen die daar was, ben ik er niet meer geweest. Ik had wel contact met die verzorgers. Ik belde ze op om te vragen hoe dat was. En ze hielden mij ook op de hoogte. En toen heb ik ook gevraagd van, is het nodig dat ik naar Amsterdam kom? En toen zeiden ze nee, want het is, je kunt hem toch niet bereiken. Nou, en dat is iets, kijk achteraf, dan denk je, ja, ik had het wel moeten doen. Misschien was mijn aanwezigheid voor hem toch van zoveel belang geweest, dat ik misschien wel iets voor hem had kunnen doen of zo, ik weet het niet.
Nou ja, tot nu toe zeg je altijd tegen andere psychiatrische patiënten van het enige dat je zeker weet is dat je hier levend uitkomt en je mag de psychiater daarom niet vermoorden. En ja, dat is de enige garantie dat ze je er weer levend uitbrengen. Dat is eigenlijk het enige dat in hun voordeel pleit, kan je toch wel zeggen, vind ik. Nou ja, en dat is een garantie die ze moeten geven volgens mij. Ja. Het is wel zeldzaam dat een psychiater een beetje psychologische kennis heeft dan. Yep. Hij tart je. Ja. Maar het is ook een uitdaging. Het kost hem wel zijn leven. Ik weet niet of je het zou kunnen zeggen. Wat zou het laatste beeld van Wim kunnen zijn? Nou, uiteindelijk is dat volstrekt alleen zijn en hulpeloos zijn. En voor de rest weet ik het niet. Ik vind het moeilijk om daarover te speculeren. Ik weet niet eens of hij... Ik denk het niet dat hij helder was. Zijn dood, hoe dat is gegaan, dat zal heel erg zijn geweest. Dus... Min of meer, als ik het goed begrijp, ook onnodig. Nou, dat weet ik niet. Als je het hebt over wat medisch handelen betreft... is het voor zover ik weet... En, ik heb er veel van gezien, is het een ongeluk geweest. Maar tegelijkertijd weet iedereen dat de kliniek die ging dicht en dat was wel terecht. Maar het ging over meer algemeen dingen die er misging. Ja. Hij was blijven leven, vooral als hij medicijnen was blijven gebruiken. In ieder geval dan. Voordat ik dingen ga zeggen die niet kloppen. Er is natuurlijk gezegd dat hij eventueel gestikt was in een stukje brood. Ik vermoed dat zijn reflex ten eerste zou hij kunnen hebben overgegeven. Omdat door de medicijnen. En ten tweede was misschien zijn slikreflex verminderd door de medicijnen. En die combinatie heeft hem de das omgedaan. Maar ja, het treurige van het verhaal blijft natuurlijk dat niemand dat dan merkt. En in principe in sommige landen in Europa is het voorgeschreven dat mensen die in de isoleerzaal zitten onder permanente... Ja, bewaking staan, zeg maar. Er is gewoon altijd iemand bij aanwezig. Lijfelijk. Of iemand moet het in de gaten houden via een camera bijvoorbeeld. En dat was bij Wim natuurlijk niet het geval. Dus, Er was toch een kijkglas? Ja, er was een kijkglas. En daar heeft iemand 7 uur later geprobeerd doorheen te kijken. Ja. Maar hij lag voor de deur. Zeg maar, tegen de deur aan, waardoor je door het kijkglas niet kon zien. En ze zijn ook niet binnengegaan. Dus vrij laat is er daadwerkelijk iemand naar binnen gegaan. Het was natuurlijk al lang en breed te laat. Ja. Je vraagt wel de dingen tegelijk wel, hoor. Maar ik kan mijn best doen. Kan het de oudste tekst van de teksten die ik wel eens zing, kan ik doen.
Tegen het scheenbeen, achter de heilige huisjes, groeit de schizofreen, compleet met zwarte puistjes. Kom hier, dan drukken wij het wel even uit. Hier arriveert de dokter al, de dokter met zijn grote spuit. Lekker onderuit na een vrije val. In zijn isoleer is het lekker warm. Je kan je armen benen strekken, dat je niet in je dwangbuis mag steken. In die isoleer in het bed van die isoleer. Het is hier heel gezellig, dus komt de zuster vaak. En ik word ook zo meelig dat ik voor haar een zuchtje slaak. Zustertje, nou ook aangelopen, wanneer krijg jij die extra 5%? Met de kraan verlopen, zie dat je alleen aan het dweilen bent. In die isoleer, in het bed van die isoleer. Dat is op een folkwijsje van Boudewijn de Grote. Heb je het gehoord? Ja. Finito. Wanneer hoorde je? Toen ik in Duitsland was. Werd ik gebeld door mijn vrouw. Toen heb ik een paar dagen later heb ik gedroomd en er kwam iemand binnen en ik, zoals hij dat zou kunnen zijn geweest, er kwam iemand binnen en ik zeg, heb je het gehoord van Wim? En er was al iemand binnen en ik kijk achter me en daar zit Wim met een vlek op zijn hoofd. Zoals altijd. Zwijgend. Niet veelsprekend, hij was niet iemand die je suf lulde. Daar zat hij gewoon. En daar was ik dus wel heel blij om, dat ik hem toch nog een keer heb gezien. Maar dat was het. En ik droomde, ik zag jou zitten op een stoel met je gitaar. Had die gitaar bij je. En ik moest zo verschrikkelijk huilen van blijdschap dat ik je weer zag. En ik riep, oh Wim, je bent er weer, je bent weer terug. En toen keek hij naar me, precies met zo'n glimlach, zoals die op die foto ook staat. Die op zijn grafkist ook hadden we die gezet. Zo met zo'n glimlach van, en toen keek hij zo naar me, die glimlachte zo. En gelukkig. Eigenlijk. Het had een gelukkige uitdrukking. En toen stapte je op, ging van die stoel weg en zo liep je weg. En dat was alles. Dit liedje gaat erover dat er als je ontdekt dat het mooiste wat je hebt, dat je hartslag is. Dat je vanaf dat moment een sociopaat bent. Hartslag, mijn hartslag, hartslag, mijn hartslag, hartslag, mijn hartslag. Dum da 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 dum da. Maar ik denk dat ik met het hoofd altijd goed en dat probeer ik dan ook wel eens.
kon het niet zo soepel uit. Maar daar moet ik wel altijd lang haar willen houden. Dat wil. Ja. Wil je verder naar luisteren? Ik ben wel verbaasd hoor, dat je het zulke mooie muziek vindt. Around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Lasse sie fallen, wie sie immer fallen. Jetzt, wo ihr nur nicht Sicht nicht treibt, auch unangreifbar seid. Alles ist immer noch dasselbe, nur dass ihr wartet zwischendrin. Nicht weit weg, ganz in der Nähe, um die Ecke sozusagen. Um die Ecke, sozusagen. Um die Ecke, sozusagen. Es ist nichts, es ist nichts, es ist nichts, es ist nichts.